Op donderdag 11 november reikte wethouder Jacques Huismans in Asten de eerste certificaten verantwoord alcohol schenken uit. Café Friends, De Peer en Classics zijn de eerste cafés in Asten die een certificaat in ontvangst mochten nemen. Naast het certificaat ontvingen zij ook een muurschild. Is dat onder de 16 er in principe geen alcohol geschonken wordt, maar ook niet gedronken wordt. Het is ook de afgelopen jaren bezig geweest om ouders in Asten en in de hele regio Eindhoven bewust te maken van het feit dat alcohol drinken op jonge leeftijd, en zeker als dat ook nog eens een keertje bovenmatig is, dat dat heel wat ernstige gevolgen kan hebben voor de jeugdigen, ook op de langere termijn. Dus dat dat blijvend letsel kan geven. En een van de andere doelstellingen is dat met name die jeugd die natuurlijk wel al graag alcohol drinkt en ook al qua leeftijd dat zou mogen, dat je daar in ieder geval toch probeert die jeugd ervan bewust te maken dat ze alcohol wel met mate drinken. Wel ervan genieten, maar zorgen dat je er verder geen last van hebt. Nou, in dat kader heb je natuurlijk heel veel mensen nodig om jongeren, maar ook ouders vooral, ook daarvan bewust te maken. En dat betekent dat er dus ook een aantal acties uitgezet zijn in het kader van de regionale actie Laat Je Niet Flessen, om ook sportkantines en horecagelegenheden te benaderen en te vragen om ook mee te werken aan die actie. Nou, vandaag zijn we op een punt dat we een aantal horecagelegenheden in Asten en ook in de regio bereid hebben gevonden om daadwerkelijk te laten zien, al meteen als je binnenkomt, dat zij achter die actie staan en dat zij de doelstellingen van die actie ondersteunen. Een ander onderdeel van de actie die gekoppeld is ook aan deze actie is dat de horecagelegenheden die deelnemen ook het aanbod hebben gekregen om hun personeel, en vandaag staan er ook al een aantal mensen van personeel van Café De Peer en ook een enkeling van Friends, want die heeft ook al aan die actie deelgenomen, om horecagelegenheden de gelegenheid te geven hun personeel een cursus te laten volgen. Dat is een digitale cursus. En komt er kort gezegd op neer dat die cursus hun eigenlijk wegwijs maakt om om te gaan met verantwoord alcohol schenken aan met name jeugdigen, want de actie is vooral gericht op jeugdigen. Dank. Henk, heel fijn dat jij aan die cursus hebt deelgenomen. Hè? In ieder geval daarvoor onze dank. En ja, ik zou eigenlijk graag aan jou willen vragen van, wat vond je van de cursus? Was het zinvol? Was het goed te doen? Ik vond het zeer leerzaam om een keer gewoon alles, al die vragen te beantwoorden, ook een stukje wat er achter de horeca schuil gaat, waar de regelgeving vandaan komt en wie die regelgeving maakt. En de stappenplan vond ik ook heel duidelijk. En ik vond het gewoon goed om, om er kennis van te nemen, zeker als je hier achter de bar staat. Ja, dus het is inderdaad een zinvolle actie. Ja, ik vind het.